ga de camera even. Ik heb een pistool. Man, ik ga ze eindelijk gaan slapen. Maar de papa heeft dus gezegd dat Ella elk moment naar beneden kan komen. Rond 8 uur tijd. Ja. Ah, oké. Dus nog een half uurtje en je gaat slapen. Hallo iedereen, welkom bij deze nieuwe video. Mijn naam is Michiel. Mijn naam is Celine. Normaal zou Celine zeggen, mijn naam is Celine. Maar vandaag ben ik helemaal alleen, want ik ga Celine pranken. Ik ga de nacht doorbrengen in haar huis. Dus te zeggen, in Ella haar huis. Want Celine blijft overnachten bij Ella. Om de simpele reden dat Ella vandaag en morgen opnames geeft voor Belgium's Got Talent. Want Ella zit in de finale. En dan moet ja, Belgium's Got Talent zo een paar promofilmpjes maken, denk ik. En Celine die gaat alles filmen voor Ella, haar Instagram en haar TikTok. En dan vragen jullie zich waarschijnlijk af, maar Michiel, hoe ga jij daar dan binnen geraken deze avond? Heel makkelijk. Ella heeft ook dansles om 6 uur. Allee, eigenlijk van 6:30 tot 6:30. En ik heb afgesproken met de ouders van Ella dat ik naar binnen kan om 6 uur. Als de muziek super luid staat. Dus dat is allemaal goed geregeld van slimme Michiel. Maar de challenge van vandaag, van vannacht, wordt natuurlijk om deze 2,10 meter verstopt te krijgen in het huis van Ella. Alright, ik ben net aangekomen bij Ella thuis. Dit is Amer, de papa van Ella. En ik ga u een hand geven. Hallo. Dag Amer, we hebben elkaar al gezien ze vandaag. Maar ja, voor de video is dat leuk, zo'n kennismaking. Ja, ja, ja. Maar Amer, momenteel krijgt Ella dansles boven. Ja. Dus wij mogen zo luid praten als we willen. Ze gaan ons niet horen. Nee, helemaal even niet. Even luisteren. Welk liedje is het? De Zester, sorry, ik ken het. Van Beyoncé, maar ik... Het is een remix, denk ik. Ja, het zijn verschillende remix, liedjes. Ja. Oké, maar vandaag ga ik dus vannacht de nacht doorbrengen in jullie huis eigenlijk, zonder dat Celine en Ella het doorhebben. Want Celine blijft niet slapen. Had Ella dat al gezegd tegen jou? Nee. Ah, nee, van... Ella, stotter ik. Maar misschien weet de mama het, dat kan. Ja, mama weet dat wel. Ah, mama zal het wel. Ja, mama zal het waarschijnlijk al weten. Maar jij moet mij wel helpen, want jij moet... Oh, ik hoor ze roepen. Ja. Oh, ik vind het wel spannend. Ik ga niet te luid praten. Jij moet misschien wel zeggen waar ik mij het best kan verstoppen. Right. Ça va? Gaan we naar binnen? Weetlijk. Weet je hoe het plaats? Achter de bar. Achter de bar? Oké, ik ben wel benieuwd. Dus, Amer, de papa van Ella heeft gezegd dat ik hierachter kan zitten. En hierachter komt bijna niemand, enkel de stofzuiger. Maar die gaan wij niet verklikken, denk ik. Oh, maar nu is het wel nog chill. Ik moet nog niet stil zijn. Maar de papa heeft dus gezegd dat Ella elk moment naar beneden kan komen. En dat is wel spannend. Oh my god. Yes, ik heb mij even recht gezet, want dit is wel echt een dom moment voor mij, want ik eet super graag. En nu zijn Celine en Ella daar aan het eten. Ik heb geluk dat de tv aan het spelen is, want de tv die speelt natuurlijk boven mijn stem, want ik praat heel stil nu. En ik ga jullie even proberen tonen dat ze aan het eten zijn, maar ik mag echt, echt niet gezien worden. Dus ja, dit wordt spannend. Daar gaan we. Daar zie je Noah, wat is die aan het doen? Wat is Noah? En daar is Celine en Ella. Oh, dit is echt spannend. Ik denk dat Celine en Ella naar boven zijn. Juist, Amer zit daar nog. En Amer, zijn ze naar boven jagen? Ja, ja. Ja, ik heb goed afgeluisterd. Er is ook nog een beetje eten over. Dus hier zat Noah. Daar zat Celine. Daar zat Ella. Ik ben super blij dat er nog eten is. En Amer, we gaan wel afspreken. Als je iemand hoort naar beneden komen, wat is het codewoord? Mag niet opvallen. Roep gewoon Sandra. Oké? Okay? Als je roept Sandra, dan... Of Barcelona. Maar ja, dat gaan Ella of Celine zeggen, waarom roep je random Barcelona? Alright. Ik heb hier een klein bordje opgeschept. En deze challenge gaat gewoon goed komen, Amer. Ik heb het gevoel dat het gaat lukken. Ze hebben niks door, hè? Ja. Nee, ze hebben echt niks door. Hebben ze het gezegd van mij? Nee, niks. Nee? Niks. Nou, oké. Okay. Celine heeft me wel al een berichtje gestuurd of dat alles goed is. Dus ja, die heeft niks door. Dat is wel positief. Amer en ik waren hier juist wat aan het chillen en Celine belt mij net. En ja, ik was net beginnen filmen. Hallo. Hallo. Hallo, hoe gaat het? Goed, hè, met jullie? Hoe is het geweest vandaag? Goed, goed. Drukke dag zoals altijd. En bij jullie?
Goed. Ja, heel goed. Ja? Is Ella braaf geweest? Ja, altijd, hè. Oké. Nu gaan we bijna slapen. Ja. Ja, het is tijd om te slapen. Het is nu al 8:00. Maar ik mis je wel, hoor. Ja, ik ook. Maar Ella, rond welk uur ga jij zo slapen normaal gezien? Rond 8:30. Ja. Ah, oké. Dus nog een 30 minuten dat je gaat slapen. Ja. Oké. Goed dat ik dat weet. En jij? Ja, ik tegen 10:00 of zo, hè. Ik ga nog een beetje naar de voetbal kijken. Ja, en ik stuur je wel nog. Oké, Sava, houd mij op de hoogte. En slaap wel straks. Love you, dada. Oh my god. Die bellen gewoon van hierboven en die hebben niet door dat ik hier beneden sta. Dit is wel echt spannend. Dus nu is de mama van Sandra hier ook en die heeft het gesprek gehoord en die staat hier ook te lachen natuurlijk. Dus ik ga me nu terug snel verstoppen, want ik denk dat ze elk moment beneden kunnen komen en binnen een 30 minuten gaan ze slapen en dan zit de challenge er eigenlijk op, want als ze slapen gaan ze mij zeker niet vinden. Dus ik ga mij terug verstoppen en ik zou zeggen, Michiel, goed bezig jongen. Oh my god. Ik zit hier nu in de keuken, achter het keukeneiland en ze zijn een TikTok aan het maken. Check ze. Hoe kan dit? Ze zijn gewoon een TikTok aan het maken. Wanneer gaan ze eindelijk gaan slapen? Ik ben nu boven. Celine en Ella zitten daar in de kamer. En ik ga nu het gevaarlijkste doen van mijn opdracht. En dat is naar het toilet gaan. Want ik kan niet pipi doen op de plaats dat ik verstopt zit. Dus nu ben ik in het toilet. Wacht hè. Hallo, ja, daar ben ik. En ja, hier is het toilet. Het voordeel van een man is dat je rechtstaand kan plassen. Dus dat ga ik nu doen. Ik ga de camera even... Oké, ik heb hem. Ja, hij was zo. Hoe heeft zij mij niet gezien? Hoe heeft zij mij niet gezien? Ik moet plots niet meer plassen. Oh, ik hoor die de hele tijd. Dat is echt super eng. Oh nee. Ik denk wel dat ze er op de kamer zijn. Ik heb een deur gehoord. Please, zeg dat je op de kamer zit. Kamerdeur toe. Yes, oké. Nu snel naar beneden. Oh, Amer. We zijn echt goed bezig, vind ik. Ja, ja. Ja, en dank u wel voor alle hulp, want zonder u zou dit nooit lukken. Helemaal, dat is graag gedaan. Hè? Ja, dat hoor ik graag. Dat is super lief. Maar ik heb u wel nog één keer nodig deze avond. Oké. Okay. Dus ja, ik was bijna gesnapt, by the way. Dus ja? Ik was naar het toilet, want ja, ik moet naar het toilet. En Ella kwam net binnen, ze had iets nodig. Maar ja, ik was eerst naar de kamer gaan kijken en er was niemand. En plots kwam ze binnen het toilet. Ik zat in de douche zo, achter die wand. Maar ja, waarom dat ik nu uw hulp nodig heb, is dus... Ik zou heel graag, want dat is een challenge voor mezelf, in hun kamer zijn als zij in slaap vallen. Ah. Want ik ken Celine en als ze in bed ligt, valt ze supersnel in slaap. Ah, ja. Dus is er misschien een mogelijkheid? Ik had gedacht, misschien roep jij Ella en zeg je, Ella, tanden poetsen, we gaan slapen. Okay. En Celine gaat sowieso meegaan. En op dat moment ga ik, als zij in de badkamer zijn, ga ik naar de slaapkamer. Oké. Ga je dat proberen? Ja, ik zal dat doen. Hè. Dus jij gaat naar boven en als jij roept... Als jij roept, Sandra, dan kom ik naar boven. Ah ja, oké. Okay? Dat is ons code, hè. Ja, codewoord. Oké, dat komt helemaal goed. En ondertussen kijk ik nog even naar Lionel Messi. Oké, Celine en Anna zijn momenteel daar. En ik ben op mijn blote voeten ondertussen. In de slaapkamer van Anna. En dit is super spannend. Maar waar kan ik mij verstoppen? Ik heb wel even tijd, maar ook niet te lang tijd. Hier is het gevaarlijk. Misschien zet ik mij gewoon... Ja, ik ga me hier proberen verstoppen, want dit is niet haar pyjama-kast. Nee, hier komt Ella niet, dus ik ga mij hier verstoppen. Wacht. Oei, we zijn hier in stopcontact. 5 minutes later.
terwijl ze in slaap aan het vallen waren. Yes! Challenge geslaagd. Oh. Amer is ondertussen een beetje aan het gamen, denk ik. Dus, oh, hij komt misschien kijken. Amer is daar. Het is gelukt. Gelukt? Ja. Zalig, kijk hoe gelukkig ik ben. Dank u wel voor mij te helpen. En voor mij is de challenge nu geslaagd. Komt Anna soms naar beneden s'nachts? Nee. Nooit? Nee, nooit. Enkel 's ochtends. Ze slaapt altijd goed, dus. Ik heb dat hier gewoon perfect gedaan. Ja, natuurlijk. Maar zonder uw hulp zou dat nooit gelukt zijn, want het moeilijkste was hier binnenkomen. Ja, en dat kan enkel als iemand de deur open doet. Maar nee, dat is graag gedaan. Ja, alles, dus. Dank u. Alles voor de challenge. Ja, en nu gaan wij gewoon een beetje voetbal kijken. Hupsakee. Mooie afsluiter, hè? Ja. Ideaal, van een mooie dag. De voetbal is afgelopen en ik ga mij nu nog een beetje verfrissen. Celine en Ella zijn denk ik al diep aan het slapen. Dan ga ik terug naar beneden en dan kan ik rustig gaan slapen. Goed bezig, Michiel. En hoewel de camera hier ergens zetten, waar ga ik de camera zetten? Misschien hier zo. Ja. Goh, perfect. Midden in de nacht. Wat een sleepover! Het is 11 uur. Zo dat laat. Het leuk. Laat, omdat wij al even in bed liggen. Oké. Oh, Ella, wacht. Hallo iedereen, welkom bij een nieuwe video. Oké, ik ga het proberen uitleggen. Dus ik was dus de challenge aan het doen dat ik eigenlijk de nacht ging doorbrengen in jullie huis zonder dat jullie het door hadden. Ik ben hier al de hele dag. Echt niet? Ja, maar sinds de avond wel. Rond 5 uur denk ik ben ik toegekomen. Okay. Ik heb jou niet gezien, dus nee. Nee, niet. Ik ben echt benieuwd om de beelden te zien, want ik snap het echt niet. En ik geloof er niets van. Oké, dan moet je de beelden maar bekijken. Maar ja, ik dacht dus dat alles was goed gekomen. Oké. Ja. Ja, maar Alice, wat wacht je? Nee, blijf Ella is zo goed. Ella bestaat er aan. Nee. Oh, maar ik heb Ella is zo echt groot. Gemist, hoor. Oké. Ja. Ja, sorry. Ik ga de video ook afsluiten, dus bedankt om te kijken. Ja, de challenge is dus niet gelukt. Ik was te vroeg aan het juichen. Nooit te vroeg juichen. Ja, Ella, zeg maar voor hoeveel likes we gaan. Voor hoeveel likes gaan we, Ella? Wat voor likes? Het is niet eens een video. Jawel, maar Ella snapt het nog niet. Dus we zijn een video aan het maken, Ella. En ja, het is iets raar. Voor hoeveel likes gaan we? Afsluiten? 10.000 likes. Oké, 10.000 likes. Vergeet zeker ook niet te abonneren. En wij zien jullie in de volgende video. Peace.